De twee kleine ijsbeertjes hebben hun oogjes nog dicht en zijn ongeveer 30 centimeter klein. Volgens de verzorger gaat het goed met de jongen. We zien ze al mooi levendig. Dikke buikjes en moeder verzorgt ze goed. Moeder Huggies beviel afgelopen donderdag van 3 jongen, waarvan er eentje bij de geboorte overleed. 2 dagen lang heeft ze hem nog gelikt en daarna heeft ze hem opgegeten. Dan geeft de jong geen teken van leven meer af en is het eigenlijk alleen nog maar een koud stukje vlees. Gelukkig maken de andere 2 jongen het goed. Ze liggen heerlijk bij hun moeder in een holletje. Huggies komt voorlopig haar binnenverblijf niet uit. Ze weegt op dit moment iets van 300 kilo, normaal 200. En dat extra gewicht dat gebruikt ze in 3 maanden tijd om de jongen te krijgen en daarna te zogen en niks te eten. Dus ze teert dus helemaal in op haar eigen vet. Over een paar maanden kan ook het publiek gaan genieten van de 2 kleine ijsbeertjes. En ook dan pas weten de verzorgers wat het geslacht is van de nieuwelingen. We hebben nog geen idee. We wachten ook tot we ze gezien hebben. En dan is het afhankelijk van of de prijs vraag wordt of dat het park zelf wat naam bedenkt.